Hey, welkom en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het is weer tijd voor een Primark-shop blog. Oh, even allereerst, mocht je denken, wat klinkt ze vreselijk en wat ziet ze er ruk uit. Dat klopt en bedankt. Ik heb echt een keelontsteking, een dikke neus en weet ik wat allemaal. Het zit, zeg maar, dit hele gedeelte zit vol. Dus ik voel echt super top. Maar één, dit is de laatste mogelijkheid die ik heb om deze video op te nemen. En twee, ik heb het idee dat als ik er nog 10 minuten langer mee wacht, dat jullie mij helemaal niet meer kunnen verstaan. Dus mijn excuses als het er allemaal een beetje slecht uitkomt en het er een beetje slecht uitziet. Ik kan hier niks aan doen. Het gaat om deze broek. Deze. En het is stretch, waar ik van hou. Maar kijk even goed naar die achterkant. Dit is de achterkant. En zie je dit? Deze twee dingetjes. Dit doet iets magisch voor je billen. Dat zorgt ervoor dat als je geen billen hebt, althans minder billen hebt, volgens Debbie, dankjewel Debbie, dan zorgt het ervoor dat het lijkt alsof je toch een beetje billen hebt. En het wat vrouwelijker rond wordt en zo. Echt super chill. Deze kocht ik bij de New Yorker. En het is deze, de Kimi Skinny Push-Up. Hij kost, schrik niet, €19,95. En ik word hier intens gelukkig van. Niet alleen omdat het dus een push-up is en hij gewoon wonderen doet voor de bips. Maar ook omdat ik gewoon even kaart een maatje kleiner had dan dat ik normaal heb. Nou ga ik mezelf natuurlijk kaart voordoen alsof dat komt door dat ik ben afgevallen of zo. Maar dat idee heb ik niet. Maar het is toch een heel fijn gevoel. Dus ik koop deze broek en word gelukkig. Ik heb nog iets van de New York en dat is dit shirt met Just Do Nothing. Ik heb een sweater met Just Do Nothing. En ik vind de tekst heerlijk omdat ik graag, heel graag, Just Do Nothing doe. Dus deze witte, hoe noem je dit? Wit stofje is echt top. Hier zie je niet of nauwelijks iets doorheen. En dat vind ik heel fijn. En ik vond de prijs ook heel fijn, want deze was €4,95. En ik werd hier intens gelukkig van. Dan gaan we nu naar de Primark. En geloof me, het is een kort maar krachtig shoplogje. Omdat ik dat vind. Ik heb een topje gekocht. En dit topje heb ik in een maat 42 gekocht. Omdat ik dacht, dat moet een maat groter, want het moet lekkerder zitten. Dat is niet waar. Je kan deze beter gewoon in je eigen maat of zelfs een maatje kleiner kopen. Want ja, ze zitten nu gewoon eigenlijk iets te ruim. Goed, weet je, ik draag dit soort dingen gewoon onder mijn shirt. Dus dat maakt ook niet zo heel erg veel uit. Ik heb hem ook nog in een zwarte gekocht. Er stond op 2,30, maar volgens mij werden ze afgerekend voor 1,80. Volgens mij waren ze in de aanbieding. Dus daar kocht ik er een aantal van. Dat waren de aantallen. Ik heb er volgens mij 3, maar 1 weet ik niet. Oh, en die broek die kocht ik trouwens ook in het zwart. En zal ik nog meer kleuren. Dus ik ga binnenkort even terug naar New Yorker. We gaan eventjes door. Ik kocht dit shirt. En ik vind hem echt super cool. Want er staat op See You Later. En dit, dames en heren. Wat is dit? Wat is dit voor diertje? Het is een alligator. Ja! En een alligator zeg je in het Engels alligator. Dus dan staat er See You Later alligator. Dit shirt was €3. En ik vond de tekst echt super cool. En ik kon hem niet laten liggen. Dus die heb ik gekocht. Dat is logisch dat je die hebt gekocht, want anders had je hem toch niet in je handen. Dan kocht ik nog een shirt, oh beware. Er komen heel veel shirts aan. En dat is dit shirt met allemaal cactussen. Vond ik ook super leuk. En het is echt een super zacht stofje. Dus ik dacht, al zou ik hem niet eens zeg maar zo dragen, dan draag ik hem als pyjama. Gewoon omdat ik dat wil. En ook deze was €3. En ik kocht nog een shirt. Ja, ja, wat stond hier ook weer? Oh ja, deze. Kijk hoe cute. Er staat een smiley op, alleen dan met de handjes. Oh, ah. Dat is niet lekker voor je keel. Ook dit shirt kocht ik en ik vind hem gewoon heel cool staan met bijvoorbeeld een choker en gewoon zo. Ik vind het leuk. Ze hebben echt leuke shirts. Want ik kocht nog een shirt. Ja, ja, maar dit was niet van die dinges. Ik kocht, even kijken, hoe zit het? Hallo? Oh zo. Nee? Ja? Oh ja. Ik kocht dit shirt en dit vind ik echt een super coole kleur. Want ik hou van deze kleur. Goed verhaal. En ik vind de achterkant heel tof, want daar zit dus zo'n touwtje. Hij heeft dus een wat lager uitgesneden rug. En deze was €4.
Dus dat is ook echt een super toffe trui. Shirt. Super tof. Wat? Ach, volgens mij, het gaat hier niet goed. Dit is ook echt een super tof shirt en heel zacht. En dat was het eigenlijk alweer. Ik heb helemaal niet zoveel geshopt, maar ik vond het wel leuke dingen en ik wil dit graag even laten zien. Dus bij deze. Doe je duimpje omhoog. En ik heb volgende week een Q&A over hoe ik 40 kilo ben afgevallen. Ik kreeg heel veel vragen naar aanleiding van mijn vorige video. Dus als je het leuk vindt en je hebt vragen, stel de vragen dan eventjes in de comments. Ik schrijf ze allemaal op. En abonneer je dan natuurlijk om de video van volgende week te zien. En andere shoplogs, want er komen er waarschijnlijk nog wel meer aan. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!